Hallo allemaal. Voor 6 muzikale talenten in Zuid-Limburg is het een heel spannende dag. Ze doen mee aan de regiofinale Zuid 2 van het Prinses Christina Concours. Hier achter mij in het theater aan het Vrijthof in Maastricht gaat het gebeuren. Hier gaan ze optreden voor weliswaar een lege zaal, maar er zit wel een jury en er staan ook camera's. En ze doen mee om hele mooie prijzen te kunnen winnen, misschien wel een plek in de nationale halve finale. Hi, Sarah. Welkom. Hallo. Wat ga je doen? Wat ga je spelen? Welk instrument? Ik speel viool. En waarom is viool nou het instrument voor jou? Je kunt er eigenlijk heel veel mee doen. Je hebt zo laag en hoog en je kunt er ook heel veel gevoel in steken en dat vind ik wel mooi. Hoe lang speel je al? Vanaf mijn 5 jaar, dus 12, 11 jaar zoiets. Wat ga je vandaag spelen? Ik speel Carmen Fantasie van Hubé. Wat is dat voor stuk? Het is eigenlijk gebaseerd op de opera Carmen, dus wel redelijk gekend en dan voor viool geschreven. Hoe heb je je daarvoor voorbereid? Heel veel geoefend en ik wou het stuk ook al lang spelen. Waarom? Het is een gekende melodie die ik echt al lang ken en het zit veel in je hoofd gemakkelijk. En ik vond het ook echt een heel mooie versie. Nou, ik weet zeker dat het hartstikke goed zal gaan, dus toi toi toi. Dankjewel. Thank you.
spannend stuk. Ja. Hoe was het voor jou? Ik vond wel dat het nog goed gegaan was, ja. Ik ben tevreden. Hoe goed? Vind je zelf? Ja, er zijn een paar dingen die altijd beter konden, maar ik vond het... Allee, ik ben wel blij. Zijn het dan dingen waar je van baalt? Nee, ik ben blij dat in het algemeen is het goed gegaan en dat vind ik het belangrijkste. Hoe was het om daar op dat podium te staan in deze zaal? Ja, het is een heel mooie zaal, maar met al die camera's op je is dat wel eventjes wennen. Ja? Wat is het verschil? Ja, gewoon dat je het gevoel hebt dat je echt voor mensen aan het spelen bent. En nu lijkt het zo meer alsof je voor jezelf bezig bent. Heb je wel kunnen genieten? Ja, ik heb wel gedaan. Dat dacht ik er wel in te horen in ieder geval. Ja, dat heb ik geprobeerd. Ik vond het echt heel erg mooi. Dankjewel. Wat een niveau, hè. Op 30 januari om 11 uur worden op het YouTube-kanaal van het Prinses Christina Concours de prijzen bekendgemaakt van de regiofinale Zuid 2. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot dan.